En we gaan eens kijken of we daar het leven kunnen redden van deze meneer of mevrouw. En dan gaan we... Nee! Dan gaan we dood met z'n allen. Persoon niet aanspreekbaar, aan mijn toekie. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD4 en more. En vandaag met deze nieuwe ambulance gemaakt door Lars, Labree en Wandertje. Ja, jullie kennen hem wel, maar er zitten een paar verschillen in. En dat is namelijk de voorkant. Nu druk ik op de B. Ik ben zo gewend vanuit de roleplay om met B te wijzen. Maar in ieder geval de voorkant. Een facelift noemen we dat. Die ambu is opeens weg. In ieder geval... Ik heb denk ik wat een beetje verkeerd gedaan, want de lampen zijn erg grijs en dat hoort geloof ik niet. In ieder geval, er zit geen rode rand overheen. Meldingen staan aan. Achter heb je nu ook op de ramen wat de Star of Life. Nou, en die kleine dingen zoals niet storen, pas op. En hier waarschijnlijk, pas op, patiënten. In ieder geval waarschijnlijk zijn ze bezig met patiëntenzorg is binnen. Krijg een melding van een reanimatie. Ja, dit is wel nog een polygon die even gewoon denkt van ik ga mijn eigen weg daar naartoe. Die hoort namelijk, Griekse einde nemen aan, daar te zitten. Hier zo voor dat gele, dat zie je daar, waar mijn handen net even bij zaten. Zoals je hier ziet, hier zo voor, is hij volledig zwart. En hier zie je dat gele waar die streep dus naartoe. Die zit gewoon een beetje zo van laat ik eens mijn eigen weg gaan. In ieder geval, er zijn er twee gemaakt. Eentje met wel nog een rode rand. In ieder geval beide met de nieuwe lichterbouw. En de nieuwe lichterbouw ziet er zo uit. Oranje. Groen. En wij gaan in ieder geval fix. En vehicle code mode on. Dan hebben we daar in ieder geval geen last van. Tot we deze nieuwe mooie ambulance meteen slopen. En dan gaan we nu meteen door naar een reanimatie. We zetten deze even uit en weer aan. En we gaan eens kijken of we daar het leven kunnen redden van deze meneer of mevrouw. Ik heb een nieuwe videokaart. Misschien is wel te zien aan de graphics. Oeh, let op mensen, want ik wil niet met mijn nieuwe ambulance op jullie knallen. Het enige nadeel is wel nog tot er toch nog wat extra gigabyte RAM bij zou moeten komen. Die heb ik besteld en ik stond vandaag helemaal te wachten erop en de bezorger kwam niet. Waarom deze schreden? Ja, deze vind ik gewoon mooier. Mooier dan de Rotterdamse schreden, die ook wel komt. Ik moet nog even kijken of ik dadelijk de andere versie met de rode rand erin zet. En dan daar ook nog even een paar meldingen mee rij. Ik zal het wel doen, denk ik. In ieder geval... ja, voor de rest is hij helemaal hetzelfde, alleen zal er dan een rode rand op zitten omheen en een andere sirene op zitten. Nou, nu vragen we natuurlijk af van, wacht eens even, is die bezorger gewoon niet gekomen? Ja en nee, ik heb natuurlijk de nieuwe videokaart. We gaan even hier zo links rijden, zodat iedereen mooi naar rechts gaat. Nieuwe videokaart heb ik zondag besteld of zo, vorige week. En die zou maandag of dinsdag komen. Nou, dinsdag was hij er niet. Of dinsdag was ik er. Nee, ik moet gewoon beginnen. Die zou dinsdag komen. Nou, vervolgens krijg ik een mail van tussen 3 en 5. En ik zei oké, nice. Nou, dan ben ik niet thuis, want ik had avonddienst. Maar dan is mijn moeder wel thuis. Vervolgens, ik was vertrokken naar de avonddienst. Nou, alle tijd, tot 3 uur, dan staat hij tenminste niet voor een gesloten deur. En vervolgens, een mailtje om 2 uur. Ja, de bezorger is langs geweest. Motor, what the fuck ga je uitspoken hier? De bezorger is langs geweest, maar hij heeft je niet getroffen. Zo, wacht eens even. 2 uur, hè? We hadden tussen 3 en 5 afgesproken, zeg maar. Niet dat we die afspraak samen hadden gemaakt, want dat konden wij niet doen. Dat kon ik niet doen. Maar dat stond wel in de mail en daar hou je dan rekening mee. Nou, oké, niet gekomen. Gemist. Nou goed, volgende dag komt hij terug tussen 3 en 5. Ik denk, mooi. Nou, dan ben ik er in ieder geval wel. Of nee, dan ben ik er niet, want ik had avonddienst. Maar dat is mijn moeder er wel. Of ook weer. Nou, zelfde verhaal. 2:10 was hij langsgekomen. Van ja, wat is dit nou? Jammer. Dus uiteindelijk was hij dan maar afgeleverd bij een of ander PostNL centrum hier om de hoek. Goed, daar kunnen we mee leven. Ze zijn gestart met de reanimatie. Met al mijn verhalen. Ze zijn bijna vergeten dat we naar een reanimatie onderweg zijn. Goed, ik heb hem daar opgehaald. Nou,
Ik dacht van, ja, weet je, het is, zeker met LSPDFR, daar mag wel wat RAM bij. Want als je via taakbeheer gaat kijken, kun je zien tot het geheugen, hè, dat noemen ze dan geheugen, tot die wel op het randje zit van wat daar, tot het een beetje fout gaat. Of in ieder geval, tot dat wel wat lag ook veroorzaakt. Kijk, nu heb ik dat niet. Maar als je LSPDFR gaat spelen, dan gaan je frames per second gewoon bam, met 40 omlaag of zo. Maar de reden maat, wat is dit? Oké, goed. Patiënt is overleden. Sorry mevrouw, u bent gestart met de reanimatie, maar hij ligt hier al een paar uur of zo. We zijn niet begonnen met reanimatie. Ook, ik heb verkeerde knop gedrukt. In ieder geval. Nou, dus ik word RAM besteld. Nou, dat zou vandaag binnenkomen. Gisteren besteld, vandaag in huis. Nou, toppie. Nieuwe melding, A1 persoon neergeschoten samen met de politie die kant op. Maar goed, dus ja, jullie snappen het wel. Vandaag binnengekomen tussen 5 en... Of nee, tussen 2:15 en... 6:10. Dus ik dacht, ja ja, nu snap ik jullie. Dan zorg ik gewoon dat ik om 2 uur al thuis zit. Ik was ook gewoon om 2 uur thuis. En mijn moeder was om 2 uur thuis. En mijn moeder was tot 5 uur thuis. En die zal wel weer hartstikke op tijd komen. Maar goed, ik was gisteren jarig. Voor jullie eergisteren, vrijdag. Partner Actions, kom je nog? Want we hebben zeg maar een melding. Of zit je? Nee, hij zit niet. Maar hij staat daar ook. Oh, hij staat er nog. Dus ja, ik ging vanavond uit eten, zaterdagavond. En ja, 4:15, nog die bezorging. Ja, jongen, jongen, jongen. Dus die was nu wel weer gewoon op tijd, of op tijd, gewoon te laat bijna. Want die, ik kreeg die mail van, we hebben je gemist. En die komt dan automatisch als je aanbelt en aanklopt. Als je het goed hebt en dan ja, moeten ze een handtekening, oh je zit opeens, een handtekening vragen. En dan vervolgens krijgen ze dat niet en dan moeten ze geloof ik gewoon invullen, niet aanwezig. Nou, in ieder geval, ik kreeg de mail om 5:15. Dat zou dus betekenen dat hij rond 6 uur voor mijn deur heeft gestaan. Ja, nu crasht hij. Lekker. Zo, daar ben ik weer. En waarschijnlijk hebben jullie de eerste 5 minuten of hoe lang ik net ook heb opgenomen voordat hij crashte. Heb ik waarschijnlijk echt super hard gepraat, want mijn microfoon is van vol open. En hebben jullie waarschijnlijk niks van het in-game geluid gehoord. Maar kunnen jullie mij nu alvast vertellen van hoe ziek ziet dit er allemaal uit? Ik vind dit gewoon echt een beetje real life uitzien. Met die regen, met die lucht. Of zeggen jullie van, nou geen verschil met wat ik eerst zag bij je. Ik vind het in ieder geval super tof. Dus ik ben blij met mijn videokaart. Maar waar ik dus ongeveer was gebleven, is dat ik vandaag dus zaterdagavond... netjes klaar zat voor die bezorger. Dacht, hij komt nu wel eens op tijd. En vervolgens komt hij ook nog veel te laat. Erg jammer, dus ik moet wachten tot maandag. Tot en met maandag op mijn RAM. En dan komt hij tussen 1 en 3. Ja, dan kan ik je nu al vertellen, dan ben ik niet thuis. Dan is niemand thuis, dus dan ga ik hem weer missen. Ja, dadelijk worden die van PostNL ook nog boos op mij dat ik er nooit ben. En dat snap ik ook, want ik zie soms op Dumpel dingen voorbij komen van PostNL, we hebben je gemist. Zo'n briefje dan, hè. Waarom bestel je iets als je er nooit bent? Heeft dan zo'n bezorger erop geschreven. Ja, ik snap het. Maar misschien omdat jullie zo doen, PostNL. Hallo, geef me eens even gratis. Sorry, nou, dat kan ik natuurlijk niet aan PostNL vragen. Die brengen het alleen maar sowieso al gratis. Maar ik zou... nee, ik ga geen klacht of zo indienen. Maar weet je, als ooit eens ik open doe en die bezorger zegt tegen mij van... Hé, je bent er eindelijk weer. En dan krijg je wel de volle laag. Dan zeg ik van luister eens, jullie zeggen dit, dat en dat in die mail. Ik zit netjes op jullie te wachten. Vervolgens komen jullie te vroeg. En daarna ook nog eens te laat. Ja, en dan ga je nu wat tegen mij klaar. Ja, dan heb je de pop aan het dansen, of hoe zeg je dat? Ik zit nu in ieder geval onderweg A1 persoon neergeschoten. Het voordeel is dus wel, tot als deze video online komt, moet ik jullie wel natuurlijk even zeggen, tot die ambulance ook online komt. Dus jullie kunnen die binnenkort gewoon lekker gaan downloaden. Binnenkort, misschien over een uur, misschien over 2 uur, misschien vanavond, misschien morgen. Maar deze... gaat te downloaden worden, dat kan ik jullie alvast vertellen. En ik heb goede zin, want ik speel gewoon lekker zonder lag en in een super mooie game. Dus dat mag ook wel eens gezegd worden. We gaan hier recht en met een super mooie album natuurlijk. Gemaakt door Lars Labré en Wandertje nogmaals. En daarbij moet ik nog iets zeggen. Ja, LSPDFR, dat is gewoon een beetje kloten. Sorry, hoe kan er nou bloed uit je komen? Ik reed met 2 km/u tegen je aan. Is gewoon een beetje kloten, want dat vooral die Albo 1125 of zo, die mods, die scripts en plugins, die vragen zoveel van jouw GTA, van jouw FPS gewoon, van je computer.
Tot als je gewoon, ik heb nu 60 fps continu. En als je gewoon LSPD opstart en laat, dan gaat gewoon je fps naar 20 bij mij. En dat blijft hij. En waarom? Nou, puur omdat al die scripts en zo worden ingeladen. En ja, dat is gewoon zwaar. Dus vandaar dat ik ook de keuze heb gemaakt om nog even wat lekker veel RAM erbij te kopen. Wat 16 GB RAM erbij. En dan tot slot, ja, ga ik hopelijk daarbij resultaat zien tot ook gewoon mijn LSPD VAR meer gehandeld krijgt. En 5M, tot ik daar ook gewoon lagloos kan opnemen. Of in ieder geval met een hoger FPS dan 20. Goed, we zijn hier bij een melding persoon neergeschoten. En zo te zien staat de politie erbij met vuurwapen. Misschien heeft de politie wel geschoten. Ik zie in ieder geval op het eerste oog een bleke mevrouw, dus dat is niet mooi. Maar geen schotwond. Misschien in de rug. Nee, ook niet. Waar zit die schotwond dan? En is het misschien wel anders dan we denken? In ieder geval moest ik nog iets zeggen, geloof ik. Ja, ja, saturatie laag. En ademhalen wat verlaagd, saturatie laag. We gaan in ieder geval even anders zuurstof gegeven. Want ja, saturatie is laag. En ademhaling is 11, ja, dat is nu wel te doen. Maar je zou ook wat hoger willen hebben. Of ja, 14, dat is toch wel een verschil, hè, die 3 per minuut. Nou, klein verschil. Gaan we wat medicatie geven. We gaan er toch maar vanuit dat ze een wond heeft, misschien in de voeten of zo. Want ik zie gewoon echt helemaal verder niks. Dus de N. Wondenverzorging. En dan gaan we. Nee! Dan gaan we dood met z'n allen. Zo, jij scheurt ook lekker weg, joh. Pannenkoek. En je vergeet je collega nog. Mevrouw gaat het. Ja, nu crasht je zeker weer. Omdat je mevrouw. Nee, ga nog niet vechten. Kom. Is die hele mod gewoon gekruist ofzo? Stap in dan. Zit ze achterin? Nee. Ah, daar komt ze wel. Partner. Hurry up. Kom. Oh nou, die komt vanzelf wel. Maakt trouwens niet uit. Kijk achterin. Dan gaat ze ook echt op de brancard liggen. Wel in de positie van ik ga zo meteen bevallen. Maar ze ligt er wel op. Ja, mijn collega zit ook. We gaan in ieder geval gewoon lekker aaien naar het ziekenhuis. En daarna pakken we de andere ambulance nog even met de andere sirene. Dit is gewoon de MMT sirene, maar de ambulance is hier in Limburg-Zuid. En dat zijn ongeveer zeg ik, dit soort ambulances. Helemaal anders eigenlijk. Andere opbouw, minder lang. Die krijgen, of die hebben ook deze sirene. Dus ja, die vind ik wel mooi. En ook wel gaaf om daarmee door de stad te scheuren. Maar in ieder geval A1 aan het dichtstbijzijnde ziekenhuis zal er waarschijnlijk zijn. Daarna gaan we de game uit. Laden we de andere ambulance. Zetten we de andere ambulance erin met de sirene. Doen we daar nog 2 meldingen mee. En hebben jullie denk ik een hele mooie video. Mag ik toch zo hopen. Ja, nu heb ik even niks meer te zeggen. Ja, ik ben er natuurlijk jarig geweest. Er is ook een video op mijn verjaardag gekomen. Ik wist ook dat ik die video op mijn verjaardag zou uploaden. En daarin zei ik al van ik ga een nieuwe videokaart krijgen. Dus ik hoop dat er verschil gaat worden waargenomen door jullie. Maar in ieder geval, ja, weet je. Ik ging niet uitgebreid neerzetten van ik ben jarig, feliciteer mij. Mogen jullie nu best doen. Ik ga alleen niet alles beantwoorden en wel alles lezen denk ik. Ik lees meestal wel mijn comments. Maar ja. Goed. Nou, mooie ruimte gemaakt. Ik was al bezig met zelf uit te wijken. Oh, het zit er mooi. Natuurlijk ook knipperlicht hierin. Die zitten overal zichtbaar. Kijk, hier bovenin zelfs, daaronder en hier aan de zijkanten. Die moeten we natuurlijk wel een beetje gebruiken. Maar ik vind het altijd moeilijk. Je bent al bezig met rijden. Kijk, de flippertjes, ik weet niet of jullie ze horen, die horen jullie meestal wel, hè? Dan hoor je altijd tik tik en dan weten jullie tot ik hem hier in zijn achteruit of zo zet. Dat is bij mij niet de knipperlicht, het zijn de pijltjes erom. En het moeilijke is als je al in een bocht zit en eigenlijk moet je knipperlicht aangeven voor een bocht.
Ja, dan is het heel moeilijk. Ook om de sirene uit te zetten in een bocht. Want dan ga je draaien. En dan weet je opeens niet meer waar die knoppen nou allemaal zitten. En dan crasht weer. Handig. Zo, daar ben ik weer. En ditmaal met de andere ambulance. Ja, het enige verschil was geloof ik dat hij met de rode rand had. Dus het is echt puur aan jullie wat jullie nou mooier vinden. Met het rode randje hierboven. Of niet. Lichterbouw is gewoon hetzelfde. Zeg maar. De V-vormen. En hij rijdt ook hetzelfde, zou je zeggen. Maar met deze keepen ik vanmiddag in ieder geval om. En ik, ja, Lars zei al tegen mij, ja dat kan niet. Het is gewoon puur dezelfde ambulance. En zit er een rode rand overheen en that's it. Dus ja, ik keep het toch echt om. In ieder geval, zullen we het weer weer even mooi zetten? Of ja, mooi. Ik ben gewoon echt verliefd op dit weer, bedoel ik daarmee. Dat je hem dan op neutraal zet, zeg maar. En dan zou je zeggen van, ja, dus neutral is gewoon normaal, niet raar. Maar dit is gewoon keihard regen, maar wel met een zonnetje. En dat maakt het super mooi. We gaan nu in ieder geval A1 naar een persoon aangereden door een auto. En de sirene hebben we dan deze. En we hebben verpest. Maar nog uit. En we verpesten nog een keer. Maakt er niks uit. Volg als rood hier. 20 km per uur is er niks bij. Dat moet officieel. Hier halen we wel het snelheid eruit. We hebben geen zicht op rechts. Voor mij staat stil, mooi. Rechts niks. En gassen. Hier gaan we dan links maar langs. Verkeer rijdt. Tegengesteld heeft mij gezien. En hier kunnen we naar rechts. Gaan we hier eens kijken of hier uit de bocht vliegen. Want dit soort bochten. Of hier omkiepte. Nou. Niet echt, maar wel bijna. Zullen we het daarop houden? Waar is het zonnetje? Daar is het zonnetje. Lekker man. Ja, links op, rechts vrij, links vrij. Oeh, wat gaan we doen? Ik wil naar rechts in ieder geval. Ik ben weer die knipperlicht aan het vergeten, sorry. Vinden jullie een mooie sirene trouwens? Deze of het MMT? MMT noem ik hem. Ik zie niks. Zet in ieder geval oranje en groen even aan. Zo, goeiedag. Auw! Goeiedag schotel. Zien we deze grote gele bak niet staan of zo dan. Met je kut Audi. Mooi. Grapje, grapje. Niet schelden. Niet schelden is niet netjes. Je hebt wel een tweede slachtoffer gemaakt. En mijn vrouwtje met je S5 of wat het ook was. In ieder geval, ja, ik vind Audi hartstikke mooi. Dus ik moet niks zeggen over Audi. Maar ja, er ligt dus wel een dooie nu. In ieder geval, wij gaan hier eens kijken op zo'n aangereden auto. Hij ligt in ieder geval stil en ademt wel, zag ik. Ja, goed. Saturatie wederom verlaat. Het kan gewoon nooit goed zijn hier. Dus we geven respiratoire, sport, zuurstof of ademhalingsoefeningen van hey, adem het even op deze manier. Nou weet je wat, ik ga je gewoon meenemen. Je leven is redelijk nog te doen. Zuurstof stijgt mooi, ademhaling stijgt mooi. Saturatie dan. Dus we gaan gewoon lekker naar het ziekenhuis. Zonder spoed, code groen staat er dan ook. Is ook maar 800 meter, dus daar gaan we eens lekker heen. Waarom zet ik blauw nou aan? Nou, puur omdat ik dan even snel alles in één keer uitzet in plaats van nog twee knopjes te duwen. Is die deur nog dicht of ja, toppie man. Oh, is gewoon open. Gaan we volgende remmen, dan gaat hij dicht. Zo doen we dat. Weer met die Audi achter mij. Nou, we hebben hier eens linksaf, knipperlichtje aan. Ja, nu kan het wel. Maar als je met spoed zit, dan zit je zo te focussen op. Gaat die bus links stoppen? Gaat die auto voor me stoppen? Heeft de voetganger mij gezien? Wat gaat die auto doen? Waarom gaat hij nou opeens naar links als ik links er langs wil? Waarom gaat hij opeens naar rechts als ik rechts er langs wil? Waarom blijft hij stilstaan met op dat soort dingen? Ben je allemaal op gefocust? En dan vergeet je nog wel eens dat er ook een knipperlicht is die je officieel aan moet zetten. Gelukkig heb ik het echt niet. Nu rij ik het echt niet met spoed. Niet zelf in ieder geval. Zo af en toe in zijn ambulance of zo, maar niet zelf dan nogmaals. Maar ja, als ik gewoon auto rijd, dan vergeet ik niet de kniplicht in ieder geval nooit. Zelfs al rijd ik helemaal alleen, dan doe ik gewoon mijn kniplicht automatisch aan. Zelfs als ik bijvoorbeeld in, ook zo'n voorbeeld, als ik in de straat de auto voor de deur heb staan en dat mag niet. Dan moet je hem in een parkeervak zetten en die parkeervakken zijn aan de overkant van de straat en dan moet je voorstellen, dat is gewoon 2 meter
gewoon, je hebt de straat, je hebt de huizen, de straat en daar parkeervakken. Dus super simpel, die zijn soms vol. Nou, dan zet je hem even voor de deur en dan is het parkeervak vrij. En zelfs dan doe ik de gordel om. Terwijl ik gewoon in één keer met mijn stuur naar links hoef te draaien. En vervolgens ben ik waar, oh, ik moest trouwens rechts staan. Ben ik waar ik moet zijn. Maar toch gordel om. Spiegel checken. Ja, spiegel checken is altijd. Maar jullie snappen me. Lekker bezig bus. Nog steeds de mod met het alles wat lekker druk is, of in ieder geval de drukte erin, is allemaal, zit er allemaal in. Maak even gebruik van deze busbaan, vrijstelling, je weet toch, busbaan, ja, ik maak er een busbaan van. In ieder geval dat we niet dadelijk moeten wachten op al deze auto's die door het groene licht willen en als wij dan aan de beurt zijn is het weer rood. Want je staat hier lang genoeg te wachten voor stoplichten, verkeerslicht, ik zeg altijd stoplichten. Maar dan krijg je weer mensen die dan zeggen van ja, het is alleen een stoplicht als het rood is, dus het zijn verkeerslichten, maar we zijn er in ieder geval. Zo, afgeleverd en door naar de volgende melding, want die gaat zo meteen wel komen. Dat is de laatste voor vandaag. Hebben jullie beide ambulances gezien? Nogmaals, het ene verschil is dat ik de sirene anders heb ingesteld en dat er een rode rand omheen zit. En ja, alle nieuwe ambulances die gaan gewoon zonder rode rand komen. Dus dan alleen maar geel. Die is gewoon weggehaald. Ik weet eigenlijk niet precies waarom. Ik weet wel dat het ja, nieuwe richtlijnen gewoon zijn zonder rode rand. Dus als je denkt van is dat een nieuwe ambulance of niet, dan kun je het zien aan een rode rand. Als die erop zit, dan weet je dat het een oude is. En zit die er niet meer op, dan weet je dat het een nieuwe is. Maar tegenwoordig worden zelfs de ambulances die geen rode rand meer hebben, zijn ook al sommige nog een keer vervangen. Dus dan weet je dat alsnog niet meer. Ja, dit is een B-rit, die gaan we niet doen. Dat is niet spannend genoeg voor vandaag. Vandaag zijn we echt de A1 ambulance en niks anders. Ik ga mezelf er even tussen drukken. Dat in ieder geval richting post kan rijden, ook al komen we daar niet aan. En komen we daar bijna aan, zorgt er wel dat ik intussen een melding heb, maar toch het gevoel dat we zijn aan het rijden. De persoon die is spreekbaar, oh, met hoekie. Daar kan een slippende bandjes daarheen. Snelle klinkt steeds kut. Wandertje, als je dit kijkt, ik weet dat jij die versneller kunt fixen. Why you no do this? Nee, grapje, Wandertje heeft het heel druk met van alles en nog wat. En dat weet Wandertje ook, dat ik daar respect voor heb. Wat hij allemaal flikt. En dan in positieve zin, hè. Hela! Dat is echt Belgisch wat ik nu zeg. Ja, ik heb Belgische kennissen. Dus ik gebruik ook sommige Belgische woorden. Maar die auto moest gewoon even stoppen. Want hij pakte mijn vrije doorgang weg. Zo. Hier waren we net nog, toch? Als het goed is hebben we ook ergens... Nee, toch niet. Oh. Werkverlichting. En die staat al een beetje aan. Hoe zat dat nou? Oh ja, zo. Zo. Velje, goeiedag. Oh, ze zijn begonnen met reanimatie. Dat is niet mooi, want je zit zijn buik of zijn heup te reanimeren in zijn hand. Waar heb je reanimatie geleerd? Even kijken. Wat hebben we? Niks. Treatments. CPR. Start reanimatie. Opladen van de life pack. Moeten we nu even afwachten of we... tussen aanhalingstekens toestemming krijgen om te shocken van de lifepack. Oftewel, dat zij noemen het AED. Beademen. Ik heb nog nooit een shock gegeven trouwens. Dat ding zag altijd geen shock geadviseerd. Ja, zie je. Stop CPR. Heeft ritme. Hartslag van 78.
meteen netjes. Zo ademhalen van 17. Nou, dat is gewoon een ideale patiënt. Een beetje een lage en een rare bloeddruk. Kom, we gaan naar het ziekenhuis met dikke spoed. Zitten we allemaal? Ja. Oh, verkeerd knop. Yes. Deurtjes dicht. Deurtjes gaan we zelf al dicht hier. Ik weet niet of jullie dat ook in beeld zien, maar ik heb zeg maar, nee, dat zien jullie niet, dat weet ik wel. Ik heb zeg maar de taakbalk nog steeds in beeld en die blijft soms tot hij daar vergrendeld zit en tot ik hem niet, oh, ik knal een muurtje, tot ik hem niet wegkrijg. Normaal als je je game opent, dan gaat jouw game over de taakbalk heen, maar nu blijft hij zitten. En met gevolg dus als ik naar beneden of zo kijk, omdat ik dat vaak doe, zit ik dus met mijn muis over die taakbalk en open ik allemaal dingen, maar dat wil ik niet. Goed, patiënt afgeleverd. En ik ga jullie bedanken voor het kijken, of jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Hopelijk heb ik mijn RAM dan binnen, mijn extra gigabytes RAM, RAM geheugen. En heb ik dus dan duidelijk effect op LSPDFR. We gaan het meemaken. Ik zou zeggen tot dan. Doei!